Het is weer even puzzelen voor de supporters van Go Ahead Eagles. Wie is wie? Want van de basisspelers van vorig seizoen is de helft vertrokken. En dus veel nieuwe gezichten binnen de lijnen bij Go Ahead Eagles. Wat in deze voorbereiding 3 oefenwedstrijden speelde tot nu toe tegen amateurclubs. En die werden uiteraard allemaal vrij makkelijk gewonnen. Nu het eerste serieuze werk tegen Excelsior dat vorig seizoen degradeerde uit de Eredivisie. Navratil aan het werk gezet in de openingsfase van de wedstrijd. Gaat handig buitenom bij Van der Meer. En de oud-verdediger van Go Ahead Eagles heeft een overtreding nodig om de doortocht van Navratil te voorkomen. Vrij schop voor Go Ahead wordt genomen door Richard van der Venne, die als linker aanvaller speelt vanavond. Bal voor de voeten van Corboos, maar zijn inzet wordt geblokt. Hij is een van de nieuwelingen, de Amerikaans-Franse middenvelder die overkwam van Wattenscheid. Fischer met de lange bal voor Excelsior. Zwarts krijgt de bal niet bij een ploeggenoot. Dit is Elmo Lieftink, overgekomen van Willem II. Met een goede bal op Maarten Pauwels. Die ziet vanuit zijn ooghoek Navratil. Maar een prima ingreep van Maarten de Fokkert, de keeper van Excelsior. Zo is Go Ahead Eagles al een paar keer gevaarlijk in de omschakeling. Weer of geen weer, in Terwolde zijn de supporters van Go Ahead Eagles eigenlijk altijd wel rijend dik aanwezig. Zo ook vanavond. Afgelopen zien ze dat hun ploeg de bovenliggende partij is. Goeie bal van Hobie Verhulst. In de loop aangespeeld bij Wout Drost. En die heeft heel veel ruimte om op te stomen. Rechtsback, overgekomen van Heracles. Vindt een andere oud-Herakliet. Navratil, weer buitenom bij Van der Meer. Nu terugleggen. En de 1-0 voor Go Ahead Eagles. Gescoord door Zakaria Edachuri. Vorig jaar mocht hij 1 keertje invallen in het eerste elftal. Nu doet hij mee in de voorbereiding, staat hij gewoon op 10 bij Go Ahead Eagles. 19 jaar pas, maar hij pikt zijn doelpuntje mee. Edachuri, met dank aan het voorbereidende werk van Navratil en Drosten. Verdedigend staat het goed bij Go Ahead Eagles. De ploeg heeft eigenlijk nog niks weggegeven. Nu voor het eerst wat dreiging via Van der Meer. Voor de goal is Verhaar. De poging gaat over. Eerste spel een prikje van Excelsior. Komt op naam van Thomas Verhaar. De Fokkert. Bliek. Hij is de linksback bij Go Ahead Eagles. En dit is een goede bal. Pauwels naar Edachuri. Mooi wippertje op Navratil. Terugleggen. Maarten Pauwels. 2-0 voor Go Ahead Eagles. De spits die ziek was in de eerste weken van de voorbereiding is nu weer helemaal fit. Krijgt op de kans omdat Thomas Verheid een lichte blessure heeft. Maar Pauwels is heel erg gretig. En onderstreept dat met een treffer. En opnieuw kan het bedankje naar Navratil. Fortes namens Excelsior. Verhaar. Slotfase inmiddels van de eerste helft. Nog altijd Thomas Verhaar. Probeert het maar eens van afstand. Aardige poging, maar uiteindelijk hoeft Verhulst niet in actie te komen. En zo is de ruststand dus 2-0 voor Go Ahead Eagles. Tweede helft van Ypres. In de ploeg gekomen in plaats van Beukema. En een goedlopende aanval van Go Ahead Eagles. En weer Drosten die ver mag komen. Op links Edachuri. En een gelukje, de bal bij Pauwels. Mooi hakballetje, daar is Navratil. En de kans op de 3-0 voor Go Ahead Eagles. Maar Navratil vindt de vuisten van de Fokkert op zijn weg. In de tweede helft nog altijd de beste kansen dus voor Go Ahead Eagles. Al dringt Excelsior iets meer aan. Aardige poging was dat van Luigi Bruins. Maar nu is daar de redding van Hobie Verhulst, de keeper van Go Ahead Eagles. Dan na een uur spelen nog 8 wisselingen bij Go Ahead Eagles. Het complete elftal is dan vervangen. En dan zien we onder meer het officieuze debuut van Alexander Banning. De speler die overkwam van FC Emmen. Zijn schot wordt van richting veranderd door Oude Kotten. En levert dus een hoekschop op voor Go Ahead Eagles. Voor de goal onder meer van Ypres. Die kopt ook. En die bal gaat maar net naast. Kopbal van de verdediger die overkwam van Telstar. En zo krijgt Go Ahead Eagles dus kansen om de score nog verder op te schroeven. Van der Meer geeft de bal goed mee aan Dennis Mamadov. Voor de goal is Mendes Moreira. En die bal gaat net voorlangs. Zo blijft het 2-0. En slaagt Go Ahead Eagles dus voor de eerste serieuze test in de voorbereiding. Door met 2-0 te winnen van degradant Excelsior. Ja, en ook wel de manier waarop, hè. De dingen die we hebben getraind, hoe we willen spelen. En ik denk dat er wel weer een aardig elftal stond wat voor elkaar wil gaan. Ik vind het grootste verschil dat deze trainer daarin iets meer de vrijheid geeft aan ons.
De oude trainer John Stegeman, die had gewoon heel veel dingen hoe hij het graag wou zien. En dan neem je dat ook, of dat, zo wil je dan ook spelen. Alleen, dat zag je vorig jaar ook wel. Op een gegeven moment gingen tegenstanders tegen ons zich ingraven en toen kwamen we een beetje vast te zitten. Deze trainer geeft denk ik iets meer vrijheid aan de speler zelf, aan de creativiteit. Ook op middenveld mogen we wat meer doordraaien als de posities maar bezet zijn. En misschien is dat het grootste gedeelte wat er is veranderd.